Goedenavond. Welkom bij Opgelicht met vanavond weer een aantal bijzondere verhalen. Bijvoorbeeld over de man die wij in 2007 al leerden kennen. Toen zat hij in de asbestverwijdering. Nu is hij terug en zit in de duurzame energie. Maar één ding is niet veranderd. Hij betaalt niemand. Eén advies. Die camera weg. En de knuilstrot door. Ik denk dat hij alleen maar mensen kapot wil maken. En iedereen moet ervoor waken. Een hele slechte man. Ik heb nog nooit de duivel in eigen persoon gezien, maar dit is hij. Hier woont Maas. Ja, dit appartementcomplex is waar zijn vriendin woont en daar verblijft hij ook. Jan? Ja? Is hem. Meneer Maas, hoi. En cheques, kent u ze nog? In het buitenland zijn ze gemeengoed. Maar wie gebruikt ze nog? Het zijn vrijwel altijd fraudeurs. Dus je bent gewoon je geld kwijt. Wat betekent het voor jouw zaak? Eigenlijk dat je moet stoppen. Straks meer daarover, maar nu eerst de vrouw die mannen om haar vinger wint. Als ze haar ontmoeten, lacht de toekomst ze tegemoet. Maar de werkelijkheid is keihard en ontnuchterend. Dit is Bailey. Zou ons hondje zijn. Ik ben blij dat ze Bailey niet mee heeft genomen, want is het enige wat ik nog heb. Waarom koop je dan al die spullen voor iemand waar je toch, die je toch bedondert en belazert? Ik heb alleen maar een bijstandsuitkering en ik heb niks. En ik heb nu helemaal niks meer en ik heb alleen maar ellende. En ik heb alleen maar schulden dat ik met mijn hoofd onder het water zit. Verder niks meer. Schulden waar ik misschien voor de rest van mijn leven nooit meer vanaf kom. Henk van der Velde gaat aangifte doen op het politiebureau. Waarom? Hij is kapot van verdriet. Hij vond een nieuwe liefde in Elisa Gerrits, maar kwam bedrogen uit. Ja, in de middaguren heeft ze contact met mij gelegd. Maar wacht eens. Kennen we deze vrouw niet ergens van? Is dat niet oude bekende Jeannette Bulters? De vrouw die al meer dan 30 jaar liegt en bedriegt en een lange rij ex-geliefden in financiële nood achterlaat. Ik heb helemaal niks meer, nee. De dag dat ik bij haar wegkwam, had ik een vuilniszak met kleding, meer niet. Ik ben gewoon een arbeider in de groenvoorziening. Ik heb een klein loontje en ik had een leuk autootje voor mijn deur staan. En ze heeft alles van me afgenomen, alles. In een eerdere uitzending zetten we Bulters wapenfeiten alles op een rij. Bulters valt constant terug in haar oude gedrag. In 1988 wordt ze opgenomen in een psychiatrische kliniek in Assen, maar het mag weinig baten. Een jaar later raakt een nieuwe geliefde meer dan 100.000 gulden kwijt aan Jeannette. In 1994 is het opnieuw raak. 2 jaar later plundert ze met een gestolen pinpas de bankrekening van een oud vrouwtje. Hiervoor krijgt ze 100 uur taakstraf. In 1998 wordt ze veroordeeld voor oplichting van minstens 20 particulieren en ondernemers in de omgeving van Zwolle. En krijgt ze een werkstraf van 340 uur. In 2002 hoort Bulters 18 maanden cel tegen zich eisen met opnieuw voorwaardelijke TBS. Ondanks de TBS gaat ze in 2006 weer fout. 20 maanden cel. Een jaar later wordt ze behandeld. Zonder resultaat. In 2010 krijgt ze een half jaar cel plus een geldboete. En in 2011 treffen we Jeannette Bulters aan op een vakantiepark. Hallo. Hoi. Dag. Hoi, zou ik me even voorstellen? Ja. Hoi. Er was opgelicht. Oh, wegwezen. Wegwezen. Oh, mevrouw. Mevrouw, jij gaat voor de bel. Oh, Henk, doe maar rustig. Jij gaat voor de bel. Henk, voor jou. Jij doe rustig, rustig, rustig. De politie is er. Ik zeg je naar buiten. Het is mevrouw. Vredebreuk. Hoe met Johan Wever? Eruit. Oh, rustig. Nou, eruit dan. Zeg ik je toch? Sta... Eruit, zeg ik. Ik heb je hier een keer gepakt. Hier, weg. Hoppakee. Weg nou. Pas op, was is agressief. Terug naar nu. Naar Henk van der Velde, die Jeannette afgelopen zomer ontmoette. Wat heeft de mannenverslinster deze keer gedaan? Ze werd al zo snel verliefd, er zou nooit weer iemand tussen ons komen. Oké. Okay. Er zou nooit geen einde weer aan deze relatie komen. Wij zouden wel gouden tijden tegemoet gaan. Maar als ik het allemaal zo hoor, klinkt dat niet allemaal een beetje te mooi? Nee, voor Henk in ieder geval niet. Hij dacht een fijne en betrouwbare vrouw gevonden te hebben in Elisa Gerrits. Maar achteraf blijkt dat het geen Elisa Gerrits is, maar Jeannette Bulters. Die bekend is als oplichter. Mm-hmm. Wat ik in die tijd niet wist. Ja. Ik had haar leren kennen via de site Maatje Meer
van die vrouwen was, die allemaal reageerden, was zij de liefste die ertussen zat. En het klikte meteen tussen ons. We hebben diezelfde avond nog afgesproken via WhatsApp dat ik de volgende dag bij haar zou komen. Mm-hmm. En ze was meteen stapelverliefd. En in plaats van in de logeerkamer mocht ik al bij haar slapen. Mm-hmm. Ze wist dat ik inmiddels al dat ik een bijstandsuitkering had en ook wat schulden had. En ze bood mij aan om mijn schulden af te lossen. En daar heb ik in eerste instantie niet op gehad, ben ik niet op ingegaan. Maar ze bleef erop doorgaan dat ze mijn schulden wou aflossen. En ze wou goed voor mij zorgen, ze wou een goede vrouw voor mij zijn. Zouden we misschien een andere auto moeten gaan kopen? We zijn toen bij een Citroën garage geweest en hebben daar een auto van een jaar oud gekocht. Een Citroën C3 diesel. Op mijn naam moest die gekocht worden. Ik was degene met een rijbewijs, dus de auto moest op mijn naam geschreven worden. Dus moest ik ook de papieren tekenen voor de overdracht. Daarna, al heel snel daarna, vroeg ze mij ten huwelijk. En ik, verliefd als ik was, heb ik meteen ja gezegd. Ik hoefde niet na te denken, ik was verliefd. En ik heb nog nooit aan trouwen gedacht, maar dat is de eerste keer dat ik echt aan trouwen dacht. Henk is niet de enige die aangifte doet. Op 24 mei van dit jaar moet Jeannette voor de rechter in Leeuwarden verschijnen in een andere zaak. Maar daar komt ze niet opdagen. Het beeld wat we krijgen van deze mevrouw is toch dat zij een beroepsoplichter is die goed is in het vertellen van halve waarheden, wat betekent dat het lastiger is dan een hele leugen. Een maand later, op 17 juni 2013, is er weer een rechtszaak in Deventer. Ook daar verschijnt ze niet. Maar de rechter wil haar toch zien. Ik vind het toch belangrijk dat ik zelf met mevrouw kan spreken hierover. Dus ik wil de zaak wel aanhouden en een bevel geven tot persoonlijke verschijning. Twee dagen na deze zitting moet Bulters weer voor de rechter verschijnen. Dit keer in Utrecht. Nu voor de zaak van Bert Heemskerk. Ze krijgt een voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd en een werkstraf van 160 uur. Drie dagen later ontmoet ze Henk en slaat schaamteloos haar volgende slag, alsof ze niet zojuist veroordeeld is. We spreken Bert Heemskerk, de man dus voor Henk, die ook door Bulters bedrogen werd. Ik denk dat het begin, eerste helft oktober is geweest, dat ik gebeld werd door iemand die belde namens Energie Direct. Dat was Jeannette Bulters. En die wilde dus eigenlijk mij als oude klant van Energie Direct terughalen. Al doorpratende kwam ze erachter dat ik illustraties maakte en dat ik schilderde. En zij vroeg toen wat ik allemaal schilderde en of ik ook portretten deed. En toen kwam ze dus met het verhaal dat haar zoon, die was pas overleden. En ze wilde daar graag een schilderij van. Uiteindelijk is dat dit geworden, het schilderij is. Dit is de zoon die nog leeft en de zoon die het meest vaag is, dat is dan de zoon die overleden is. En dat kwam heel oprecht over. Ja. Ja. Ja, ja. Iemand die zo spontaan daar staat te huilen. En het gaat over je verloren zoon. Ja, waarom zou je daar aan twijfelen? Maar de zoon van Jeannette is helemaal niet dood. Jeannette Bulters lijkt echt alles uit de kast te trekken om medelijden te wekken. En ze fantaseert lustig verder. Bijvoorbeeld over een niet bestaande baan bij Energie Direct in Utrecht die ze voor Bert Heemskerk geregeld had. Dit was van de voordeur, dit was van het alarm. Okay. En dat van een kluisje. En van het alarm had ik ook nog een code. Dat was zo reëel. Je stapt in de trein, je gaat naar Utrecht, je gaat kijken bij het pand. Het pand was leeg. Ja. Dus het was zo logisch dat daar een paar weken later dat energie direct daarin zou komen. Omdat er geen baan is, verzint Bulters smoes na smoes. Het pand wordt niet opgeleverd, de chef ligt in scheiding en het wordt die chef allemaal te veel. En uiteindelijk had hij zelfmoord gepleegd. En dat vertelde ze me toen ze in de trein zat. En de manier waarop ze dat vertelde en dat huilen erbij en dat totaal overstuur zijn. Je hebt geen reden om te twijfelen. Omdat Jeannette Bulters zogenaamd in Utrecht gaat werken, wil ze ook in de buurt komen wonen. Dus we zijn dagenlang aan het zoeken geweest en afspraken met makelaars en van alles en nog wat bezichtigd. Nou, en uiteindelijk heeft ze dus een voorlopig koopcontract getekend voor een woning in Leuzen. Dat moest natuurlijk allemaal netjes aangekleed worden. Allerlei meubels besteld. Ja. Boven de eettafel zou een lamp komen van 1924 euro.
De badkamer is hier 8565 euro. Van alles en nog wat 4550 euro. Ja, en dan was er nog stoffering van 16.000 euro. Keuken was ook iets van zo'n 15.000, 16.000 euro. Ja, als het allemaal aangeschaft was geweest en het had in het huis gestaan, was het een prachtig huis geworden. Maar Bulters betaalt niets. Niet het huis, niet de inrichting en ook niet de auto die ze bestelt. En op een dag komt Bert erachter dat zijn bankpas weg is. Toen zegt ze van ja, en ik leg het je allemaal uit en ik heb een aangetekende brief naar je verstuurd en die is naar je onderweg en daar zit je pasje ook in. En in die brief dan leg ik je alles uit en dan snap je het. Maar ze was zo aan het huilen en ze was dan zo overstuur dat er was geen gesprek mee te voeren. Nou, en hier heb ik nog een prachtige, een soort afscheidsbrief, zeg maar. Ja. Het is toch allemaal, het zijn woorden. Ja. En wat zijn die woorden waard? Ik bedoel, mijn pasje terug. Maar ondertussen was mijn rekening natuurlijk wel leeg. Nee, het zit zo geraffineerd in elkaar. Ja. Dat, weet je, het zijn allemaal... Waarschijnlijk doet ze dit al zo lang en is ze daar zo trefzeker bij dat ze precies weet hoe ze dat op moet bouwen. Bij Henk van der Velde gaat Bulters deze zomer nog veel verder. Op zijn naam wordt een huis gekocht. Dat zou ons eerste huisje worden waar we samen zouden gaan wonen. Er wordt ook een tweede woning aangeschaft. En dat huis in Lievert, hoeveel is die gekocht? 262.500 euro. En de bruiloftsplannen, die liegen er ook niet om. Dit was de bruidskaart die besteld was voor ons trouwen op 21 september. Vervolgens moest er gelijk een trouwjurk besteld worden. Bruidspak voor mij moest er besteld worden. Er moest er kleding komen voor alle getuigen moesten er komen. Dit zijn schoenen die bij mijn trouwpak horen. Behoorlijke dure schoenen van Bommels, over de 300 euro. Er moest een trouwauto moest er besteld worden, een showband moest er besteld worden. Het maakt niet uit, ze maak je me niet druk om geld, want ik heb ruim 51.000 euro aan spaargeld. Dat Bulters spaargeld heeft blijkt nergens uit. Wel weet ze handig aan cash te komen, via een slimme autoverkooptruc. Alles op naam van Henk. Er is een Citroën C3 aangekocht. Ja. Voor 14.000 ja. euro. Ja. Die volgens haar betaald was. Vervolgens moest er al heel snel een Kia aangekocht worden. Yeah. Voor 29.000 euro. De Kia betaalt ze ook niet. Waar ze de Citroën niet op in wou ruilen. Die wou ze particulier verkopen. Voor 10.000 euro. Naar mijn rekening overgemaakt. Mm-hmm. Die 10.000 is gebruikt voor allerlei aankopen. Elke keer moest ik geld pinnen. De eerste keer moest ik haar 4.000 euro geven. Dat had ze er al aan het eind van de dag doorheen. Daarna nog een keer 2.000 euro. Daarna stond er nog 4.000 op mijn rekening. En er zijn heel veel dingen van betaald van mijn rekening af. Wanneer het geld op is, verdwijnt Jeannette met de Noorderzon. Ze stuurt Henk nog wel een sms'je dat er niet om liegt. Zielig figuur, met je afgestorven gedrag als kleinkind. Denk aan je hartstumper. Hoeren zijn je dochters. Heb te lang voor je moeten liegen. Succes. Dergelijke sms'jes krijg ik. Maar goed, vanavond voor het eerst weer goede seks gehad. Na maanden met zo'n stronttank naast je in bed. Succes. Wanneer heb je dit gehad? Dezelfde dag dat ze vertrokken is. Henk blijft achter met torenhoge schulden. Van onder meer een camper die ze op zijn naam hadden gekocht. Een camper ter waarde van 47.500 euro. Die ook zou betaald worden door haar. Maar het bedrijf die heeft mij een rekening gestuurd van 7.125 euro voor annuleringskosten. Omdat ik in gebreken ben gebleven. Er zijn stoelen gekocht. Voor als je buiten onder de lijven moest zitten. Een tafeltje voor buiten. Waterkoker. Roeslakens voor op het bed. Een panacet voor in de camper. Allerlei andere prulletjes. Glazen. Een dekbed. Alles betaald van die 10.000 euro van de auto. Ik vraag mij af waarom dat dit allemaal gekocht moest worden. Wat het voor zin had, als je toch al weet dat je niet dat je de boel bedriegt en dat je niks gaat betalen, niks kan kopen. En er eigenlijk helemaal geen camper is waar ze mij gewoon allemaal voorgespeeld heeft, waar ze mij zogenaamd gelukkig mee zou maken. Waarom koop je dan al die spullen voor iemand die je toch bedondert en belazert? Want bij mij is niks te halen. Ik heb alleen maar een bijstandsuitkering en ik heb niks. En ik heb nu helemaal niks meer en ik heb alleen maar ellende. En ik heb alleen maar schulden dat ik met mijn hoofd onder het water zit. Verder niks meer. Schulden waar ik misschien voor de rest van mijn leven nooit meer vanaf kom.
Dat is wat hij met mij gedaan heeft. Nou, Henk is ook bij ons vanavond in de studio. Wat een ongelooflijk verhaal. Ja. Hoe gaat het nu met u? Ja, je leeft in een waas. Ja. Je kan het amper bevatten. Ja, als ik het nu weer zie, schiet ik vol. Ja. Ja. Bert Heemskerk zit naast je. U heeft het eerder meegemaakt, hè, op een andere manier. Ze leek ook voor u zo lief en aardig in het begin. Hoe kijkt u nu tegen haar aan? Ja, dit is gewoon eigenlijk een heel trieste figuur. Je snapt niet waar ze het allemaal vandaan had en waarom ze het doet. Nee. Heeft u daar geen verklaring voor waarom ze zo handelt? Ik zou het niet weten. Er zit geen gewin in. Je laat alleen maar een hele hoop ellende achter bij een hele hoop mensen. Ja. Dus ja, als je daar de lol van hebt, ja, dan doet ze het goed. Ja. Want dat lukt er in ieder geval. Wat moet er nou gebeuren met het schilderij? Nou, dat is te koop voor de hoogste bieder. Nou, misschien na vanavond dat het nog iets oplevert. Henk, een aantal van die schulden zul je toch moeten betalen. Hoe ga je dat doen? Ja, het ziet ernaar uit dat ik alleen maar in de schuldsanering terecht kan. Ja. Ja. En dan wordt het 3 jaar op een houtje bijten en dan opnieuw beginnen. Hopelijk. Hopelijk. Ik wens je heel veel sterkte. Dank je. Ja. Jeanette Bulters, ze is nog steeds actief onder verschillende namen. U bent gewaarschuwd. Heel erg bedankt voor de medewerking. Nee, ze hebben hier pas geleden een wietkwekerij opgerold. Ik zeg niet makkelijk het woord klootzak, maar dit is er echt eentje. Vroeg me af of u deze keer weer een mes bij had. Straks meer over de man die wij kennen als de Brabantse messentrekker. Nu eerst de betaalcheck. Een achterhaald betaalsysteem, denken wij in Nederland. Maar in bijvoorbeeld de VS, Groot-Brittannië en Frankrijk is het nog heel normaal. Kun je een cheque uit het buitenland in Nederland incasseren? Je ermee laten betalen? En hoe gaat dat dan? Nou, laat het precies die onduidelijkheid zijn waar brutale oplichters op inspelen. Ze gaan jou psychologisch inwerken, inpakken. Dat zijn vrijwel altijd fraudeurs. Dus je bent gewoon je geld kwijt. En dat maakt het in de opsporing bijzonder lastig. Met een cheque betalen. In Nederland is dat iets uit vervlogen tijden. Het is een duur instrument, het is een inefficiënt instrument, het is een papieren instrument. Dat heeft dus ook veel kosten, veel handlingkosten met zich mee. En dat was ook vrij fraudegevoelig. Toch is de cheque nog gangbaar in de handel met het buitenland. Er zijn partijen die elkaar goed kennen. Het is vaak ook in groente, fruit, bloemen worden chauffeurs vaak nog met cheques op pad gestuurd. Bella Napoli, een Italiaans restaurant in Zwolle. Een familiebedrijf. Ergens in mei van dit jaar hadden we een verzoek uit Engeland van architectenbedrijf Fortuyn Abbott. Dat ging over 15 maanden. Ze wilden 3 à 4 gangen eten. En er zaten te besteden 30 à 35 pond. Dus ik heb gewoon een menu samengesteld, de prijs berekend en een e-mail teruggestuurd. 5 dagen eten kost ruim 2500 pond. Geen probleem volgens een zekere George Anderson. En hij stuurt een cheque. Hier staat Bella Napoli VOF en daar staat de datum, 5000 pond. En ik moest de zogenaamde restant afgeven. Dat wij het restant van 2500 pond alvast even terugstorten. Maar wat moet je met een cheque? Opgelicht merkt dat het bij de banken geen alledaags klusje meer is. Ik heb iets heel exotisch. Ik moet een cheque in. Kan dat tegenwoordig? Ik weet niet, als u een rekening heeft bij ons, dan kunnen we op de rekening laten. Hoi. Wat gek verhaal. Ja, ik moet een cheque innen. Kan dat tegenwoordig nog? Ja, die kan alleen opgestuurd worden naar het hoofdkantoor. Ik heb hem gekregen van mijn klant. En ja. Hoe werkt het? Dat is een goeie. Ik ga vragen van mijn collega. Het concept ouderwets. Ik wist niet eens met dat kon eigenlijk. Je kunt ze wel incasseren uiteraard. Innen, dat kan nog. Maar het blijft een vreemd stukje papier. Zowel voor degene die de cheque aanneemt, als inderdaad misschien ook aan de balie voor de bankmedewerker van goh, een cheque, dat is al een tijd geleden dat ik zo'n ding gezien heb. Anoushka Versluis heeft een schoonheidssalon in Lekkerkerk. Ook zij krijgt een klant uit Engeland op de mail. Ik kreeg half mei een mailtje over iemand die massages wilde boeken voor 3 weken achter elkaar, iedere dag voor 4 personen. Dat was een bedrijf en die kreeg het van een sponsor. Een reis naar Nederland met overnachting, transfers, alles eigenlijk. Moest ongeveer bij elkaar €1200 kosten, al die massages. En dat zouden ze via cheque overmaken naar mij.
Anoushka krijgt een cheque van maar liefst 12.000 euro. Veel te veel. Via de mail netjes Wim teruggemaild van dat het te veel was. Toen hebben ze, kreeg ik een mail terug dat zijn sponsor de verkeerde cheque heeft gestuurd. En dat dat bedoeld was voor de hotelovernachting van alle personen. Dus of ik hem gewoon toch wilde gaan innen bij de bank. En als het geld daadwerkelijk op mijn rekening stond, gewoon dan het resterende bedrag met de bankkosten zeg maar eraf terug wilde storten naar ze. Ja, 10.500 of zo terugstorten. Die 10.000 euro terugstorten doet Anoushka niet zomaar. Ze gaat eerst met de cheque naar de bank. Nou, ik heb duidelijk uitgelegd dat het voor mij de eerste keer was dat het een cheque was. Dus dat ik ook geen flauw idee heb hoe het werkt. Zij hebben gewoon verteld van, nou, het wordt met een paar weken op je rekening gestort, het geld. En als het op je rekening staat, dan is het gewoon goed. Als je een cheque in betaling aanneemt, kan je zeggen, doe me dat geld nu maar. Dan wordt die onder, zoals dat heet, gewoon voorbehoud op je rekening geboekt. Of je zegt, nou, ik vertrouw het niet. Ik vraag u als bank om deze cheque ter incasso te nemen. Want ik wil dat geld pas op mijn rekening hebben op het moment dat de bank zelf ook het geld van de buitenlandse bank heeft gekregen. Dat ik ook echt zeker weet dat het geld er is en dat die dus gedekt was. Dat hebben ze dus nooit genoemd in het hele gesprek niet. Op dat moment is er geen enkele argwaan. Niet bij Anoushka, niet bij de bank. Het stond op mijn rekening, dus ik denk, nou, ik ga het netjes afhandelen en ik zal het gelijk netjes terugstorten naar die meneer. Als je hem onder gewoon voorbehoud laat crediteren, dan neem je dus het risico dat achteraf blijkt dat het geld er niet is. En dan wordt het bedrag wat op jouw rekening stond weer door de bank eraf gehaald. Nou, toen zeiden ze van, nou, het riekt eigenlijk wel naar fraude. Dus toen ben ik met een halve dag teruggebeld dat hij inderdaad vals bleek te zijn, de cheque, dat hij gestolen was. En dat ze het geld met een paar dagen van mijn rekening af zouden halen. En dat is uiteindelijk direct gebeurd. Dus ik stond direct minnes. Ja. Wat betekent het voor jouw zaak? Eigenlijk dat je moet stoppen. Dus Anoushka kreeg aanvankelijk geld op haar rekening gestort van de cheque en heeft 10.000 euro doorgestort naar een zekere Holiday. Maar haar bank heeft het geld teruggevorderd toen de cheque gestolen bleek te zijn. De 10.000 euro die ze doorgestort heeft, is ze nu kwijt. De Rabobank zegt niets voor haar te kunnen doen. De Britse bank, waar de cheque vandaan kwam, ook niet. Wat kan de politie doen tegen dit soort oplichting? En hoe loopt het af bij de Italiaan in Zwolle? Ik ben er bijna opgelicht. Ik was er bijna ingetrapt, maar wat toch niet. Het is uiteindelijk ook naar de bank toe gegaan en daar werd al geadviseerd. Ze wisten er niet zo heel veel over. Ik had op internet al meer gevonden. En daar adviseerden ze al om het niet te doen, het geld terug te storten. Ondernemers worden heel vaak gewoon vanuit het buitenland gevraagd om een zakelijke deal aan te gaan. En die zakelijke deal die wordt dan meestal betaald met een cheque. Nou, dat moet je gewoon nooit doen. Een cheque is not done in Nederland en vaak zijn het valse cheques of ze zijn niet gedekt. Jij gaat naar de bank toe en de bank betaalt er misschien nog wel uit, maar uiteindelijk moet jij het er allemaal terugbetalen aan de bank. De sterkte van de truc is, dus de efficiëntie, dat is in het feit dat ze laat jou al 3.000 euro zien. Je ziet al 3.000 euro. Je ziet op het moment helemaal niks meer. Ja, je ziet het. Je trapt er toch in. Ik ben bij de politie geweest, aangifte gedaan. En die zeiden ook van, nou, ze hebben het zo geraffineerd gedaan eigenlijk. We zien heel veel mensen vanuit West-Afrika die deze vorm van fraude nog steeds gebruiken. Het geld gaat natuurlijk ook altijd naar het buitenland. Daarnaast worden de katvangers ingezet of valse identiteiten om rekening in het buitenland te openen. Het geld wordt op de rekening gestort en heel snel opgenomen. En dat maakt het gewoon voor die hele opsporing heel erg lastig. En deze oplichters zijn hardnekkig. Nadat blijkt dat de cheque van Anoushka gestolen is, vraagt Halliday per mail ook nog even of hij de massages kan annuleren. Dit omdat de trip niet doorgaat wegens een tragisch verkeersongeluk. En of Anoushka ook nog even de resterende 2000 euro wil overmaken. Dat doet ze gelukkig niet. Ik heb er nooit meer op gereageerd en ik heb ook geen mails meer van hem gehad daarna. Het blijft natuurlijk ongelooflijk vervelend, zeker als kleine ondernemer, dat je bijna je onderneming ten onder gaat omdat je op deze manier wordt opgelicht. En ik denk dat het de moeite is dat we als banken nog eens kijken. Misschien moeten we nog beter mensen die met cheques, zeker kleine ondernemers en zeker ook particulieren die met een cheque aan de balie komen, zeggen van mensen, dit is waarschijnlijk een oplichter, dat moet u niet doen. Ze kunnen zelfs met een cheque een half jaar na data pas het zelfs nog terugvorderen, dat ze er pas achter komen dat die vals is. Dus moet je nagaan hoe lang het kan duren.
Anoushka Versluis, ja, jij moet je rot geschrokken zijn. Dat ineens de telefoontje van de bank kwam dat ze dat geld alsnog van je rekening gingen halen. Ja, ik wist even niet meer hoe ik het überhaupt op ging lossen. Nee, ik kan me voorstellen. Ik denk dat je nooit meer een buitenlandse cheque aanneemt, of wel? Nee, nooit meer. Nee, dat geloof ik. Maar inmiddels heb je contact met de bank gehad, hè? Wat hebben ze gezegd? Dat ze het totale bedrag gaan vergoeden. En het staat inmiddels op mijn rekening. En hoe komt dat, denk je? Ik denk door de media. Ja, want wij hebben contact gehad met de bank. Wij hebben geïnformeerd naar jouw zaak. En de Rabobank laat ons ook in een schriftelijke verklaring weten dat de bank een betere risicoanalyse had moeten maken en de cheque van Anoushka niet onder gewoon voorbehoud had moeten afhandelen. Dat is voor de lokale Rabobank reden om Anoushka volledig schadeloos te stellen. Nou, gefeliciteerd daarmee en hartelijk dank voor de medewerking. Hij zit al sinds augustus vast en er komt voorlopig geen verandering in. Autohandelaar Sam van N. snoepte van twee walletjes. Hij bedotte zowel autoverkopers als autokopers. En dat kon natuurlijk niet lang goed gaan. Mag ik iets vragen? Want ik wilde u even wat vragen over uw handeltje in auto-onderdelen. De half-Poolse Sam van N. zegt auto's in te kopen of in te ruilen. De auto's verdwijnen en het geld steekt hij in eigen zak. Hij beduvelt beide kanten van de markt. Hij belazert de autoverkopers. Dat is heel wat anders dan het geld wat wij gekregen hebben. En die steekt zo iemand zomaar in zijn zak. In principe is het gewoon een auto stelen. Hij nept ook Poolse autokopers. Ik maak het voor je naam, de exportpapers. En je kunt drive tomorrow morning away to your country. Sinds mei vorig jaar handelt Sam van N. ook in auto-onderdelen op Marktplaats. Sinds die tijd regent het dan ook klachten van Nederlandse kopers. Ik voel me in de zeik genomen. Zielig en schandalig. Maar ik vind het een grote eikel. Ja, voor mij is dit oplichting. Ja, zeker weten. Sam vertelt zijn boze klanten dat hij een autosloperij bezit. Hij misbruikt daarvoor de contactgegevens van autosloperij Engelbert. Maar die heeft niks te maken met de duistere zaakjes van Sam van N. En af november hebben we telefoontjes gekregen van mensen die zeiden... Waarom heb ik mijn onderdelen nog niet ontvangen? Ik heb geld overgemaakt en ik heb nog steeds mijn onderdelen niet binnen. Nou, er was er weer eentje. Het houdt niet op, nu nog steeds. De garage wordt horendol, maar Sam van N. gaat vrolijk door. Holland, hè? Possible, hè? Maar het lachen is hem inmiddels vergaan. Kunt u ons even te woord staan, uw kant van het verhaal? Sinds zijn arrestatie op 13 augustus van dit jaar zit Van N. achter de tralies. De rechtbank in Den Bosch heeft zijn voorarrest met 90 dagen verlengd... wegens 160 vergrijpen van internetoplichting. Sam van N. moet voor 1 december voor de rechter verschijnen. Heeft u camerabeelden, foto's of ander bewijsmateriaal van oplichting? Laat het ons weten. Mail opgelicht@tros.nl. Opgelicht richt zich in 2007 op Peter Maas, een Brabantse ondernemer uit Breda. Een man met een bedenkelijke reputatie en slechts één credo: niemand betalen. We gaan 6 jaar terug in de tijd. Nou, je bent behoorlijk onvindbaar, hè? Hoezo? Of niet? Ik woon in België. Peter Maas heeft een bedrijf in de asbestsanering. MIG Asbestverwijdering CV. Hij doet klussen in Nederland en België. In 2006 gaat Maas failliet met dit bedrijf. Maar gaat hierna direct verder in een BV. Met dezelfde naam. En gaat internationaal. Ook in België richt hij een bedrijf op. Alleen is dit bedrijf onbekend bij de instanties. Ze hebben allemaal valse loonstroken gehad... En ze hebben nog allemaal geld van hem te goed. En er heeft nooit iemand officieel ingeschreven gestaan. Maas neemt grote klussen aan. Gevaarlijke klussen. Laat veelal onderaannemers het werk uitvoeren. Leveranciers leveren materiaal. Uitzendbureaus extra mankracht. Wat wij van Peter Maas moeten ontvangen? Meer dan 100.000 euro. Maas belooft iedereen gouden bergen. Maar naar geld kan iedereen fluiten. Ik moest niet zeuren om mijn geld. En toen u dat toch bleef doen? Ja, hij zou mij ook helemaal afmaken, zei hij. Iedereen die naar zijn loon vraagt, vliegt eruit.
Ja, degene die vraagt om zijn geld, die nu één keer vraagt om zijn geld, die krijgt onmiddellijk ontslag en die krijgt helemaal geen geld meer. En als de klus geklaard is en Maas het geld voor het project op zak heeft, dan is alles voor Peter. Als je toch zo verschrikkelijk gelijk hebt, dan kun je dat toch gewoon vertellen? Wanneer er na een ruzie over niet betaald loon een werknemer zich doodrijdt in de bus van Maas, reageert hij gewetenloos. Toen Steven was overleden, op de 13e, heeft hij mij nog gebeld gehad en mij bedreigd van... Ja, wat Steven heeft gedaan, daar ga ik nog voor krijgen. Ik zal je kaal plukken en zorgen dat je nog geen kleren meer hebt om aan te doen. Intimidatie. Alles is voor Peter. En als het onhoudbaar wordt, klapt het bedrijf. Een faillissement. De boeken sluiten. Er is niets meer te halen. Je doet een beetje knip- en plakwerk, dan maak je een salarisstrookje, die geef je aan ze. Die jongen, heb ik gezien. Dan moet het bij Dal Bal zelf zijn. Nou, die doet dat. We hebben toch staan ze al te filmen. Hè? Ja, ik zeg toch, ik ben van een televisieprogramma. Ik heb nog één advies. Die camera weg. Ik snij over strot hoor. Maas heeft zo zijn eigen tactiek om lastpakken van zich af te houden. Snij over strot door. Nou. Ja? Nu. Camera weg. Ja, gelukkig loopt dit met een sisser af. Maar u begrijpt met wat voor figuur we hier te maken hebben. Peter Maas wordt in België vervolgd voor zijn bedrijfsvoering. Of hij zijn straf heeft uitgezeten, valt in België moeilijk te verifiëren. Wij horen na de uitzending van 2007 een tijdje niets. Dit jaar is het echte weerprijs. Maas is back in business. Niet meer in de asbest, maar in de installatie van zonnepanelen. Ik denk dat hij alleen maar mensen kapot wil maken. En iedereen moet ervoor waken. En iedereen moet zien wie hij is. Een hele slechte man. Heel slecht. Ik heb nog nooit de duivel in eigen persoon gezien, maar dit is hij. Echt. Een geweten en harteloze vent. Van anders sta ik in Haarlem bij op de stoep, want ik ben al in Amsterdam, dus ik ben dichtbij. En als je nu niet eens normaal doet, dan zwaait er wat en dan krijg je een pak slaag. We krijgen signalen dat Maas opnieuw aan het klussen is geslagen. In de zonne-energie. En hij lijkt in ieder geval consequent in zijn werkwijze. Hij betaalt praktisch niemand. We gaan opnieuw op zoek naar Peter Maas in Breda. Dat witte pand daar, dat is het. De linkerkant achter het park. Dat is de kroeg waar hij zijn biertjes drinkt en waar we afgeraden worden om naartoe te gaan. Maas laat zichzelf zien op benefietgala's. Speelt de geslaagde zakenman. Zijn nieuwe bedrijf heet Solar Brabant. Ook nu werkt Maas graag met onderaannemers. We hadden toen afgesproken bij de McDonald's in Breda. En nou, daar liet hij eigenlijk gelijk alles zien. Voor wie die werkte, tekeningen van die klus en noem het maar op. Dus ja, dat komt natuurlijk best wel vertrouwelijk over. Dat hij gelijk laat zien voor wie hij weer werkt, zeg maar. Michel en Remco van den Houten worden door Maas voor een aantal klussen ingehuurd. De twee broers uit de Lier zijn dan net voor zichzelf begonnen. En je begint net voor jezelf, je krijgt een goede job aangeboden. Nou ja, best wel veel geïnvesteerd, al ons spaargeld erin. Maar dan gebeurt dit, hè? Dan krijg je voor 6 weken niet betaald. Na een week of 4, 5, dan begint het te twijfelen. Dan begint hij zich een beetje raar te gedragen, omdat je aanmalingen stuurt van je facturen. Dus hij begint zelf een beetje te raar te gedragen en bijna niet meer op een klus durven te komen. En met mooie verhaaltjes komen. Niemand kreeg betaald, nee. Zelfs zijn eigen personeel, die kreeg overuren niet of te weinig of helemaal niet. Of dan trapte ze weer weg en dan pakte hij weer een paar nieuwe van die jonge ventjes, zeg maar. Ja, en zo bleef gewoon maar doorgaan, joh. Ja, uiteindelijk neem je dan het besluit van we stoppen. We gaan niet meer verder, we gaan maandag niet terug. Nou, toen heeft hij ons nog een beetje half bedreigd tot we wel terug moesten om die klus af te maken. Anders zouden we nooit ons geld zien. Nou, dat hadden we achteraf gezien beter niet kunnen doen, want we zijn wel terug geweest en we hebben wel die klus afgemaakt. Nooit geld gezien, nee. Dat kan je niet laaien, want je hebt niks. Dus dat was een behoorlijke mokerslag, zeg maar. De komende jaar zullen we zeker nog voor meneer Maas moeten werken om alles weer op een goede rit te krijgen. Tegen de 25.000 euro aan. Dat is een behoorlijk bedrag als je net begint. De klussen die Remco en Michel doen voor Peter Maas zijn in België. Met nog meer werkkrachten slapen ze die weken bij de vakantiehoeve van Marina Vrins in Millen.
Een vakantieverblijf, maar ook voor langere... Ook voor langere verblijven, ja. Mooi. Zullen we naar binnen gaan? Ja, dank u. Volgt u maar. Ik vind het echt triest. Triest dat je zo... Ik heb hier gestaan van 5 uur 's morgens. Dus namiddags terug eten klaarmaken voor 's avonds. Tot 's nachts. Ze bleven zitten. Het was een heel fijn groep van de jongens. Geen enkel opmerking. Dus hier logeerden dan de jongens, hè. Die werkten allemaal voor Peter. Dan met 5, dan met 6. Dat varieerde dus. Maar we hadden dan nog andere appartementen, die zaten dan ook wel altijd vol. Een groot gezin. Dus maar dan belde ik Peter op, ofwel belde Peter mij. Vanavond zijn ze met 7, met 9 of met 10 of 17. Dus dan kon ik mij voorzien op het eten eigenlijk. Ik heb ze bij elkaar gebundeld. Ja, het is eigenlijk begonnen van de derde maand, 2012. Dus een bedrag van 2.399, een van 3.051, een van 3.871. Dat is een gigantische strop ook voor uw bedrijf. Rond de 15.000, 16.000 euro. Ik kan me voorstellen dat het voor een bedrijf echt bijna niet te overkomen is eigenlijk zo. Dat hoor ik van heel veel mensen die met Peter Maas te maken hebben. Verschrikkelijk. Dat is een hele slechte man. Heel slecht. Ik heb nog contact gehad met een Nederlandse firma. Dus dat ik geen contact meer mocht opnemen met hem. Dat hij gevaarlijk was. Dus ik heb een paar weken met angst gelopen eigenlijk. We duiken dieper in Solar Brabant. Het bedrijf begint als een eenmanszaak op naam van Anja Valk, de vriendin van Maas. Solar Brabant wordt snel een BV. Een BV waar Valk Holding formeel de eigenaar van is. Maar het is 270.000 euro. En dit zijn dan nog niet de Belastingdienst en de UWV en zo. 28 augustus 2012. Solar Brabant is pas 3 maanden een BV en gaat failliet. Met ruim 4 ton aan schuldeisers. Typisch Maas. Gaan we nu naar zijn kantoor, oké? Ja, volg ons maar. Volgens de curator maken de schuldeisers weinig kans op geld. Hij doet geen aangifte van faillissementsfraude. U nadert de bestemming. Het is ongelooflijk. Maar 2 weken later gaat Peter Maas op hetzelfde adres gewoon verder in dezelfde branche. Nu onder Solar Systems. Rijden jullie voorop? Ja. Het nieuwe Solar Systems International heeft een zogenaamde Euro-BV-constructie. Berucht in oplichtersland. Waarom zou Peter Maas een bedrijf willen dat beheerd wordt door een limited... ingeschreven op dit adres in Kent, in Engeland. U raadt het al. Daar is hier linksachter is dat pand. Als hier is, dan is het actie. Yes. Ik heb daar 3 maanden gewerkt en uiteindelijk ben ik in mijn boekhouding gaan kijken... Ik dacht dat het minder was, maar helaas kom ik er nu achter dat het toch gaat over schrik niet meer dan 12.000 euro. Peter Schalke is startend ZZP'er en wordt door Peter Maas ingehuurd om klanten binnen te halen. Op kantoor bij Maas treft hij een bende aan. Een bende is nog een understatement. Ik heb er nooit zo'n zorg meegemaakt. Nou, personeelsdossiers die open en bloot lagen, facturen die er open en bloot lagen, aanmaningen van deurwaarders of aangetekende waar helemaal niks mee gebeurde. Het was structureel beloven, ook crediteuren die belden. Doe ik. Nou, daar stopt het verhaal. Er was altijd wel een excuus om het niet te doen en het lag nooit aan hem. Het was altijd een derde. Ja, en als je zo met je mensen omgaat, maar ook met mensen waar jij spullen uiteindelijk van betrekt in de wetenschap, gaan ze toch niet betalen. Nou, dan ben je in mijn optiek harteloos en geweteloos. Schalke probeert orde in de chaos te scheppen. Tot hij erachter komt dat ook zijn facturen gewoon op dezelfde stapel belanden. Dat is voor mij bijna de nekslag geweest om de continuïteit voor mijn onderneming te waarborgen. Zelfs nog bezig geweest met een advocaat om daar een stukje bemiddeling te doen. Nou, die zegt ook glashard van, ik betwist de facturen niet. Maar dan houdt het op, hij betaalt ze gewoon niet. Hij doet ook voorkomen dat hij heel groot is, een boot in Monaco heeft, opdracht in Saoedi-Arabië. Het is gewoon een zeepbel. Nou, er zijn wel zonnepanelen geplaatst. Alleen,
als ik bij jou zonnepanelen plaats en ik krijg ze via een leverancier en ik betaal ze niet, ben jij gelukkig? Ik ben gelukkig, want ik heb jouw geld. Alleen de leverancier die ik niet betaal, die is niet gelukkig. Nou, dat is handelswijze. Hier staan al jullie spullen? Ja, die staan allemaal hier, hier binnen. Solar Turn is een leverancier van zonnepanelen. Deze waren het letterlijk, die gingen die 52ers. Het bedrijf in Haarlem levert Maas een flinke partij. We gaan ongeveer 25 tot 28 zonnepanelen op een pallet. En we hebben 3 van deze pallets aan meneer Maas geleverd. Eerst betalen, dan pas leveren. En het was volgens mij was het geval zo dat wij op dinsdag zouden leveren de eerste keer. Nou, toen was er op dinsdagochtend nog geen geld. Hebben wij de transporteur letterlijk tegengehouden van stop maar met uitleveren. Nou, toen kwam er in de loop van de dinsdag een betaalbewijs binnen. Nou, die werd goedgekeurd en die bleek later vervalst te zijn. Zodat wij op woensdag wel uitleverden. En toen kwamen wij erachter dat geld op woensdag dus niet bij ons op de rekening binnenkwam. Dit ging over een bedrag van 12.000 euro. Met de meest kinderlijke, eenvoudige smoesen, zeg maar, houdt die mensen op afstand. Ik zat net aan de koffie en ik dacht nog even aan jullie van potverdorie. Dat vrouwtje bij ons op de administratie, die is er nu niet. Ja, ik heb de hele weekend aan onze administratie gewerkt, want ik moest de Belastingdienst betalen. Administratief werk is niks voor mij. Maas blijkt veel meer leveranciers te hebben gedupeerd. Er zou voor zo'n 100.000 euro aan zonnepanelen nooit betaald zijn. Echt ongelooflijk wat er speelt. Dat is echt niet kinderachtig. Hij verdient hier heel grof geld aan, dat weet ik zeker. Het is nog niet helemaal uitgestorven. Zijn logo zit ook nog op de deur. Solar Systems International lijkt gesloten. Ik was eigenlijk op zoek naar Peter Maas. Peter Maas, is dat de eigenaar van de Solar dinges? Van de Solar. Ik denk dat we die voorlopig niet meer zien. Niet? Nee, ze hebben hier pas geleden een wietkwekerij opgerold. Hier binnen? Ja. Dat was ook van hem? Ja. Hebben ze hem gepakt? Ja. In ieder geval, dat denk ik toch. Want we waren hier vorige week of die week ervoor. We waren net aan het lossen van een beurs. En het stond er helemaal vol met politie. En we zagen planten door een hakmachine gaan. Dus. Het is natuurlijk wel slim, hè? Als je een kwekerij hebt en op zonne-energie. Dat zijn bedacht. Ja, je ziet het niet aan je energierekening. Peter Maas in de wiet. Een plantage in zijn bedrijfspand. Het is ook voor ons een verrassing. Ja, dan begrijp ik dat hij niet meer ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel. Er blijken 780 wietplanten in beslag genomen door de politie. En er is een 52-jarige man verhoord. Kort voor de inval heeft Maas zich teruggetrokken uit Solar Systems International. Het zoveelste bedrijf van Peter Maas dat in rook opgaat. In de studio, Michel van der Houten, welkom. U heeft ook al eerder met hem gewerkt, hè? Ja, ik ken Peter al wat langer, ja. Ja, was die samenwerking normaal of gebeurden er toch wel eens rare dingen? Nou, op zich, de eerste tijd gaat het altijd goed. Totdat hij er wat langer werkt. En dan gaan er toch rare dingen gebeuren. Kunt u een voorbeeld geven? Ja, zo waren we op een klus in België aan het werk. En wij waren met anderen bezig. En andere collega's die waren met Peter Maas aan het werk. En op de terugweg van Antwerpen naar Breda werd hij ineens achtervolgd door de politie. Oh. En is hij tegen het verkeer ingereden met personeel naast hem. En is hij uiteindelijk beland in een maïsveld en zijn ze met getrokken pistolen hebben ze hem aangehouden. Ja, een beetje raar om dat mee te maken, kan ik me voorstellen. Ja, dat is... Ja, Philip van der Bos, u heeft ook voor hem gewerkt bij 2 bedrijven. Ja, dat klopt. Ja, wat is uw ervaring? Nou, in het begin gaat alles goed. En na een tijdje wordt er niet meer betaald. Dan komen er leugens. En dan verdwijnt hij gewoon. Ja. Merkte u ook dat andere mensen ook niet betaald werden? Ja, al het personeel bijna. Ja. Wat krijgt u nog van hem? Ongeveer 4500 euro bruto. Ja, dat is een hoop geld. Hoort u nog wel eens wat van Maas? Nee, we horen niks meer van hem. Volgens de UWV is hij officieel uitgeschreven in Nederland ook. Oké. Okay. Nou. Er staat voor tonnen open. Met zijn zonnepanelenavontuur heeft Maas opnieuw ontzettend veel persoonlijke en materiële schade aangericht. Honderdduizenden euro's. Maas lijkt gevlogen. Maar opgelicht geeft niet zomaar op. Onze zoektocht duurt voort. Ook gedupeerden gaan verhaal halen. En dat leggen we vast. Eens kijken hoe Peter Maas reageert op schuldeisers. Peter, mag je even wel vragen? We treffen Peter Maas met Ivan de Vries van Solar Turn. Er staat 12.000 euro open. En dat moet worden betaald. Die vordering die staat gewoon, dat moet gewoon betaald worden, absoluut. Zeker weten. Nou, hoogwaarschijnlijk als wij daar langs gaan, letterlijk, dan zullen wij bedreigingen naar ons over krijgen. Ja. Ik heb jou keurig teruggebeld. Ja. En ik heb jou gezegd, ja,
Nee, oplossen. Wanneer heb je mij gebeld? Het is vandaag is al 26 geleden. Het is vandaag 26 september. Ik Peter. Dit is van 18.2, deze factuur. Ja. Ja. En waarom is die niet betaald? Waarom is die niet betaald? Omdat ik hetzelfde probleem heb. Ja, je stuurt een betalingsbewijs op en er komt niks van terecht. Nee. Zo, dat bestaat niet meer. Nee? Ja? Nee. Ja, uitschrijven kunnen we allemaal. 11.308,66 euro. Ja, maar ga je lekker naar die curator? Van panelen die jij geleverd hebt. Ja, ga je lekker naar die curator. Ja? Waarom is Solar Systems failliet? Nee, ik heb Solar Systems opgegeven. Ja, dus er is helemaal geen curator. Nee. Weet je het hoor. Nou, dan ga je toch lekker doen wat je moet doen. Meneer Peter Maas kan niet opgeven, of wel? Nee, Solar Systems die... wel. Ja? Ja. Als ik mag. Dan vlieg je. Dan kom je boven de rivier, hè? En dan vlieg je. Wij zijn Brabants hier. Ja. Ander volk, hè? En dat betekent dat we dan een pak rammel krijgen? Nou, een pak. Ik denk een heel pak. Maar dat is toch geen oplossing, of wel? Nee, maar dat kun je zijn jullie, hè? Peter Maas is een loser, gewetenloos, harteloos. Ja. Ik zeg niet makkelijk het woord klootzak, maar dit is er echt eentje. Maas voelt zich niet verplicht tot betaling en dreigt met een Brabants pak rammel. Nou, dan blijf maar gewoon doorgaan. Het is dit linker appartement. Bestemming bereikt. Hier woont Maas. Ja, dit appartementcomplex is waar zijn vriendin woont en daar verblijft hij ook. Jan? Ja? Is hem. Hij parkeert nu zijn auto. Kom, ga naar buiten. Pak hem op, joh. Pak hem op, joh. Meneer Maas, hoi. Mag ik me even voorstellen? Ik ben van Tros opgelicht. Vroeg me af of u deze keer weer een mes bij had. Heeft u weer een mes bij? Nou, ik weet niet waar je het over hebt. Maar ik ben benieuwd hoe het tegenwoordig met u gaat. Met mij gaat het redelijk. We hebben een soort jubileum. Mooi. Maar er is weinig veranderd in de bedrijfsvoering. Nou, alles gaat prima. Ja, gaat het lekker? Ik begreep dat er een faillissement was. Nou, nee, net niet. Nou, er zijn wel heel veel mensen die nog geld van u te goed hebben. Gewoon niet weten wie. Er zijn mensen die nog steeds zich afvragen of Peter Maas een keer het op een andere manier gaat proberen te doen. Ah ja, kom je. Hoe is het met de wietkwekerij trouwens? Gaat het goed daarmee? Meneer Maas? Ivan de Vries, we zagen net in het filmpje hoe jij Peter Maas aansprak. Krijgt dat gesprek nog een staartje? Ja, wel degelijk. Er werd aangifte tegen mij gedaan van bedreiging, dat ik hem bedreigd zou hebben. In aangifte tegen jou gedaan? Tegen mij, ja. Ja. Maar Peter Maas wist niet dat we opnames van het gesprek hadden. Nee, dat klopt, ja. Maar die hadden we dus wel. Dus dat kon je de politie laten zien? Dat kon ik de politie laten zien. Dat was overtuigend bewijs dat dat niet het geval was. Eigenlijk sprake van valse aangifte. Wel degelijk, ja. Ja. Is dit nou hoe die te werk gaat? Ik denk het wel, ja, dat dit gewoon de methodiek is. Gewoon aangifte doen en ja, daarmee hopen dat mensen op afstand blijven. En ik denk dat het in veel gevallen zo zal zijn, ja. Ja, de zaak gewoon omdraaien. Omdraaien, absoluut. Ja. De wereld op zijn kop. Ja, nou goed. We blijven hem in de gaten houden, dat u het weet. Dank voor de medewerking. Informatie uit eerdere uitzendingen, dossiers, opvallende oplichtingstrucs en de laatste nieuwtjes. Kijk op www.opgelicht.nl. En dit was Opgelicht voor vanavond. Bel 0900 112 1121 als u informatie heeft of tips kwijt wilt. En natuurlijk zijn we er ook op Facebook en op opgelicht.nl. Daar kunt u alle onderwerpen nog eens rustig terugzien. Voor nu, prettige avond. Graag tot volgende week. Zelfde tijd, zelfde zender. Samen thuis, samen Tros.